Yo mensen van Wazergames, ik doe er gewoon nog één. Dit is na de commentary van Hardpoint op Nuketown 2025. En dit is gewoon weer precies hetzelfde. Precies dezelfde class, dezelfde game mode, dezelfde dingen en zo. Maar ik heb net gekeken en ik hoef nog maar één 5 kill streak en dan heb ik hem al in het goud. Dus ik ga hopen dat ik dat in dit filmpje ga halen. Want dan kan ik mooi laten zien dat ik een gouden Vector heb. Maar ja, we zijn net begonnen aan het potje. Verder kan ik er weinig over vertellen. Allemaal niks nieuws, allemaal precies hetzelfde. En ja, het doel is gewoon om 5 killstreaks te halen zonder dood te gaan. Met dit wapen, met de Vector K10. En ja, we gaan gewoon kijken of dat het lukt. Het is weer dikke chaos meteen. Ik wil het even een beetje inkomen. Een beetje erg inkomen. Ja, kom op. Ik word gewoon gespawn-raped hier. Juist hem, hè. Eindelijk weer een kill. Oh, dat is een hardpoint kill. Wat is daar zo bijzonder aan? Oh ja, dat is dat ik dan in dat gebied een kill heb. Oh, nice. Dat heb ik nodig. Ik heb even kills nodig. En ik moet niet doodgaan. Hey, ik ben bloedthirsty. Betekent dat? Oh shit, ik kom nog niet te staan. Ja, complete all camo unlocks for the Vector. Ik heb hem in het goud. Mooi, dan heb ik het doel alvast bereikt. Kan ik nu gewoon lekker een beetje gaan chillen, een beetje kill squads, een beetje killen, een beetje doen. Oh, er stonden er superveel. En dan hebben we hier UAV erin zitten. En ik ga even een andere class pakken, anders wordt ook zo saai. Ik ga gewoon lekker sniperen. Ontzettende rot class. Ik vind snipers sowieso rot. Ik heb ze nog niet echt geprobeerd. Maar volgens mij is het hartstikke moeilijk op Black Ops 2. Kijk eens aan, we gaan gewoon kaart campen hier. En gewoon B-start campen. Even een betere plek vinden. Weet je wat? Ik ga gewoon weer even op de originele plek. Ik ga gewoon weer hierboven campen. Ja, als die noob hier weggaat, dan zou het fijn zijn. Ja, dat gaat hem niet worden zo. Even een goede plek vinden. Oh, headshot. Dan hebben we nog een kill. Ik heb 50 kills while aiming down the sights met de ballistic CPU. Oké, ja, dit is volgens mij het eerste sniperwapen en ik vind het niet eens zo heel slecht. Het is lekker om lekker te sprayen. Je kan echt gewoon dikke feeds mee halen, denk ik. Als ze de enemies gewoon even gespawntrapped hebt, dan is het volgens mij best wel een chill wapen. Dan kun je even flink wat kills achter elkaar. Oh shit. Kijk eens aan. Gewoon weer 2 kills. Dus gewoon zo een beetje doorgaan. Komt helemaal goed. Gewoon een beetje fatsoenlijke. Ah shit, ik wou liggen, maar dat ging niet. Oké, hopelijk komen er daar een paar vandaan. Nou, daar sowieso. Oh shit, ik dacht even dat ik lul was, maar hier staat nog iemand. Dat is mooi. Ik moet eigenlijk op een andere plek zien te komen. Maar ik ga niet eens heel slecht.
Ja, daar zat er één. Oh. Oh shit, nu is hier de hardpoint. Nu moet ik wel een beetje gaan opletten. Hey, dat is idee. Het is gewoon een headshot. Ah, bijna door de muur heen. Oh ja, ik heb hier FMJ op zitten. Oh shit, ja, hij ging in me staan, wat een noob. Oh, Sandex. Kijk, nu ga ik gewoon even hier staan. Hier zo liggen. Ah, het is geen headshot. Het is wel echt chill met snipers. Je kan er zo makkelijk headshots mee krijgen. En dat is dan zo'n lekker gevoel. Oh, weer een kill. Door de rook heen. Waar zitten ze nou? Weer headshot, mooi. Oh, ik denk komen ze daar nog, maar hij komt van de andere kant. Kom op, kill hem. Tuurlijk, double kill. Oh shit, nu komen er wel erg veel. Ja, dat gaat niet lukken met snipen. Zeker niet met deze. Hij reloadt ook een beetje langzaam. Maar ja, dat heb je altijd met snipen. Dit even een hele goeie spot. Waar zitten ze, joh? Oh, ze zitten daar te campen. Ik moet gewoon even een goede plek hebben. Ah nee, ik had hem gewoon. Heb ik niet een andere fatsoenlijke klas. Even chill mee te gaan. Nee, ik ga gewoon door met deze. Headshot. Hoe is dit mogelijk? Even serieus. Ik hou hier gewoon veel headshots mee en dan doe ik niet eens specifiek erop richten. Oh. Nu zijn ze weer. Oh, nu hebben we daar. Oké, okay, dit is praat. Dit is praat. Dit hebben we nodig. Nee, dat werkt niet. Mijn prone werd geblokt. Ik moet gewoon hier zo gaan staan. En gewoon een beetje random schieten. Kom op. Hier heb je wel een erg snel reactievermogen voor nodig. Ah shit, net mis. Hey, dat was mijn kill. Dat is het zo. Ah, ik kwam niet van achteren. Moet hem wel winnen. Juist hem, kill. Ik heb als tweede wapen, een crossbow. Oké. Okay. Kijk of we daar nog een kill mee kunnen krijgen. Oh, we hadden nog een kill mee. Oh, nog een kill. Nice. Oké, okay, we hebben sowieso gewonnen. Ah, ik zie je wel, joh, camper.
En Game in the Kill, volgens mij. Ik weet niet zeker, ik zag het niet helemaal goed. Volgens mij wel. Komt hier aan. Juist hem. Tuurlijk heb ik de Game in the Kill. Final Kill Cam. Altijd leuk. Eigenlijk dikke spray. Kijk, er zijn gewoon twee kills die ik nodig heb. Volgens mij was die ene zelfs mis. Nou goed, ik ga jullie even laten zien dat ik de Factor in het goud heb. Nou, ik zie het hier al, Factor K10 Gold. Hier kunnen we het ook nog even kijken. Hier, ik heb hem in het goud. Dus, ja, heel mooi. Leuk potje. Mijn doel bereikt. Eindelijk Factor in het goud. Ga ik verder met andere wapens in het goud. En verder was het allemaal een leuk potje. Bedankt voor het kijken. Even abonneren, reageren, kijken en liken. Ik zie jullie de volgende keer. Houdoe.